CBR sluit theorie-examencentrum in Apeldoorn. En problemen met loverboys nemen in Apeldoorn toe. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Het Centraal Bureau Rijvaardigheid gaat 10 van de 30 theorie-examencentra sluiten. Dat betekent voor Apeldoorn dat het theorie-examencentrum aan de Wilmersdorp met ingang van het volgend jaar dichtgaat. Het CBR Theoriecentrum in Apeldoorn gaat weg. Waarom is dat? Dat heeft alles te maken met een vernieuwing van het afnamesysteem voor theorie. Mm-hmm. De theorie-examens gaan veranderen. Nu maken kandidaten klassikaal allemaal tegelijk hetzelfde examen. En in de loop van volgend jaar gaat het veranderen. Dan gaan kandidaten op een standalone computer hun examen maken. Nou, dat vraagt een flinke investering. Mm-hmm. En wij hebben gekeken, dat willen we verantwoord doen. We willen niet de kandidaat op extra kosten jagen. Dus wij willen een verantwoorde investering doen. En we hebben gekeken dat we met minder examenlocaties een even goed product kunnen aanbieden. Dus we gaan terug van 30 naar 20. Waar moeten mensen dan naartoe om het examen te doen? Nou, kandidaten kunnen terecht in Arnhem, kunnen terecht in Leusden. En als ik naar Deventer. Apeldoorn is een grote stad, dan is Deventer is toch nog best wel een stukje om je theorie-examens te doen. Ja, we hebben gekeken naar een goede spreiding over het hele land. Mm-hmm. En we hebben ook gekeken van zijn onze centra optimaal bereikbaar voor onze kandidaten. Nou, wij gaan dan uit dat gemiddeld over het hele land een kandidaat binnen een half uur zo'n examencentrum kan bereiken. Ruim 10 miljoen euro is geïnvesteerd in een nieuw examensysteem. Om de kosten te drukken en het examen niet duurder te laten maken, wordt een derde van de examencentra gesloten. Ja, en hoe ziet dat nieuwe systeem er dan uit? Iedereen heeft een eigen pc of het kan ook zelf op willekeurige momenten? Het hoeft niet meer met een groep? Nee, het is niet meer met een groep. Je kan op ieder moment een theorie-examen reserveren. Mm-hmm. En je moet je voorstellen dat je examen zit te doen. Jij bijvoorbeeld voor de auto. En ja. Dat je buurman voor de bromfiets bezig is en je buurman links is bezig met een examen voor de vrachtauto. Je kan er niet langer over doen, maar je kan wel sneller. Ja. En wat wij hebben gezien is dat heel veel kandidaten dat graag willen. Je kan ook bladeren in het examen en je krijgt meteen na afloop de uitslag. En je krijgt dan ook nog eens te zien wat je fout hebt gedaan. Voor ons is het voordeel dat wij beter op spieken kunnen letten. Je kan je voorstellen, je kan niet meer bij je buurman afkijken. Maar ook op andere manieren kunnen wij de fraude wat beter in de hand houden en op de nieuwe manier van werken. Want, zoals? Zoals dat we de vragen op een andere manier kunnen aanbieden. Wij kunnen beter controleren in de zaal, omdat er minder kandidaten zitten. Omdat de kandidaat één op één het examen doet, kunnen we makkelijker en beter controleren. Is er vaak fraude dan? Nou, dat is best wel vaak fraude, ja. De praktijkrijexamen wordt nog wel in Apeldoorn afgenomen. Steeds vaker worden jongeren slachtoffer van loverboys. In Apeldoorn is er zelfs sprake van een hardnekkig fenomeen. Wat wordt er gedaan aan preventie tegen loverboys in Apeldoorn? We hebben een breed pakket aan preventiemaatregelen. In opdracht van de gemeente Apeldoorn geven wij voorlichting op scholen. Daarnaast geven wij training aan professionals en we doen allerlei publieksgerichte acties waarin we een grotere doelgroep dan alleen maar jongeren en ouders benaderen. Waarom is die opdracht ooit gegeven vanuit de gemeente? Omdat jaren terug een meisje in de gemeenteraad haar verhaal heeft gedaan hoe zij in handen was gevallen van loverboys en hoe haar leven dat had beïnvloed. Waarop eigenlijk onze wethouder en de gemeenteraad zeiden van we willen uitgezocht zien of dat een incident is of dat het vele malen meer voorkomt. En daar is een onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek bleek dat er alleen al in dat jaar 65 gevallen bekend waren. Waarop eigenlijk de gemeente zei van dat zijn er veel te veel. En we willen dat er wat wordt gedaan aan de daders, maar ook wat gedaan aan de slachtoffers. En daarnaast willen we heel graag dat er preventie- en voorlichtingsactiviteiten zijn om te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden. Hoe gaat een loverboy te werk?
Ja, probeer te. De werkwijzen zijn verschillend. Dat is het eerste. Soms proberen ze eerst het contact te maken, vertrouwen te winnen, hè, aardig over te komen. Maar we zien ook steeds vaak dat het via de social media gaat. En dan gaat het heel erg snel. Het contact is veel sneller. Het is laagdrempeliger. Waarin jongeren heel snel hun eigen verhaal vertellen. Ze niet altijd weten tegen wie. En daarin kunnen ze soms al binnen een aantal dagen iemand dwingen tot iets te doen. Niet alleen meisjes zijn het slachtoffer van loverboyspraktijken, ook jongens worden steeds vaker als prooi gezien. Hoe groot is het loverboyprobleem in Apeldoorn? We hebben afgelopen jaar, en dan praat ik wel over de Noordveluwe, in 2013 hebben we ongeveer 25 meldingen gehad. Waarvan 19 het eerste halfjaar in Apeldoorn en de rest van de meldingen in de Noordveluwe. Hoe omschrijf je het beste een loverboy? Het is iemand die meisjes, jongens uitbuit ten behoeve van financieel gewin. Mm-hmm. En hij wil er alleen zelf beter van worden. Dus dat is de basis van het loveboy. Dat kan middels seksuele uitbuiting, financiële uitbuiting, drugs, abonnementen. Op die manier proberen ze geld te verdienen aan jongeren. Ja, eigenlijk is het iemand die geld probeert te verdienen aan jongeren. Ten koste van jongeren, ja. En u zegt net jongens en meisjes, en dat hoor je eigenlijk niet zo vaak. Dus jongens zijn ook slachtoffer van loverboys? Ja, we komen ze niet zo heel erg vaak tegen, want daar heerst nog een veel groter taboe op en nog een veel groter schaamtegevoel. Maar ja, die zijn er zeker. Zowel in de seksuele uitbuiting, waar zij gebruikt worden voor de homo-escort service. Maar we zien ze daar ook vooral als loopjongens voor drugs, abonnementen afsluiten en op die gebieden. Wat voor abonnementen moet ik aan denken? Telefoonabonnementen. Maar we hebben ze ook gezien met een creditcard voor een groot mediamarkt. Waarin zij spullen moeten kopen. Die worden weer doorverkocht. En zij krijgen het geld niet, maar degene die het bedacht heeft. Omdat de werkwijze van de loverboys regelmatig verandert, zullen de problemen niet snel afnemen. Jongeren zullen daarom veel alerter moeten zijn om niet in de handen van loverboys te vallen.